Ik ben Connie, ik ben 41 jaar. Ik ben afgestudeerd als gediplomeerd verpleegkundige en ik werk als psychiatrisch verpleegkundige in het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis in Sint-Michiels. Ik wist eigenlijk al lang dat ik verpleegster wilde worden. Ik wist dat eigenlijk van aan mijn 15 jaar al. Maar door omstandigheden thuis en later is het er nooit van gekomen. Via de VDAB dus en mijn trajectbegeleidster hier in Oostende ben ik begonnen aan de vooropleiding. Die was nodig omdat ik dus geen diploma hoger secundair onderwijs kon voorleggen. Heb ik gedurende 5 maanden die vooropleiding gevolgd en nadien in september ben ik begonnen aan mijn eerste module. In het begin was het wennen. Opnieuw op de schoolbanken zitten, opnieuw elke dag naar school gaan, huiswerk maken, stage lopen, terwijl nog de combinatie met de gezin. We hebben goede afspraken moeten maken. Een beetje flexibiliteit van aan weerskanten. Maar 3 jaar later heb ik eindelijk mijn diploma. Mensen die echt gemotiveerd zijn en die het voelen als een roeping, zou ik zeker aanraden om aan de studie te beginnen. Het was heel leuk. Ik zat tussen 18-jarige studenten die mij als de mama in klas zagen. En ze wisten dat ze als ze iets nodig hadden. Ik ben een stuk assertiever geworden. Ik ben zelfzekerder geworden. Ik ben mondiger geworden. Ik durf opkomen voor mijn mening.